Goedendag, een grijze dag vandaag met ook veel nattigheid. Met name in de zuidelijke helft van het land is al veel regen gevallen. En de regen die is nog niet helemaal verdwenen. Pas in de loop van de avond wordt het droger. Hier zien we de radarbeelden zoals die vanmiddag waren. Vooral in de zuidelijke provincies dus heel veel regen. Lokaal al meer dan 30 mm. En die regen die kruipt nu ook weer wat meer naar het noorden om uiteindelijk vanavond naar het oosten te gaan wegtrekken. Maar we hebben dus nog wel een paar uurtjes regen voor de boeg. Flink wat neerslag in het westen van Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, ook een deel van Utrecht. Daar neerslag hoeveelheden rond de 30 mm. Maar ik heb op sommige plekken al wat meer water gezien. En er komt de komende uren ook nog wel wat bij. Kortom, een kletsnatte dag in die regio. Het model laat mooi zien dat het vanavond wel droger moet gaan worden. Dan trekt de neerslag naar het oosten weg, komen in wat opklaringen. En dan morgen af en toe zon, wolkenvelden, maar ook wel een aantal buien. De volgende storing dient zich dan alweer aan. Zaterdag wordt opnieuw een kletsnatte dag als deze storing gaat passeren en voor flink wat regen gaat zorgen. Op zondag dan weer het andere beeld met hier en daar wat opklaringen, maar dan vallen er ook een aantal buien. En wat verder opvalt is dat de wind wat meer naar het noordwesten gaat draaien. Dan komt de koudere lucht onze kant op en dat gaan we begin volgende week merken. Want dan komt de maximumtemperatuur een stuk lager uit en kan de neerslag zelfs een wat winters karakter gaan krijgen. Nou, vanavond nog de regen die naar het oosten wegtrekt. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond de 7 graden. En er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee kan de wind af en toe nog wel hard zijn. Ook op het IJsselmeer is dat het geval. En morgen wolkenvelden, af en toe zon en een aantal regenbuien. Bij temperaturen tussen 8 en 9 graden op de meeste plaatsen. Iets minder zacht dan vandaag. En ook morgen staat er veel wind. Ja, en dan het weekeinde. Die zaterdag die zag er dus weer kletsnat uit, maar wel in zachte lucht. 9 tot 11 graden gaat het worden en nog steeds die forse wind uit zuidelijke richtingen. Zondag, dat wordt een dag dat de zon weer af en toe even doorbreekt. Dan wordt het een graad of 7 en vallen er een aantal buien. En maandag, ja, dan kan er zomaar wat winterse neerslag misschien gaan vallen bij temperaturen die niet veel hoger uitkomen dan 5 graden. Nog een fijne dag.